Ja, Nicole, 1 op de 5 mensen in Nederland heeft last met het betalen van zijn of haar rekeningen. Nou, waarschijnlijk ook in de gemeente Zonnebreugel. Maar wat heel veel mensen misschien niet weten, is dat de gemeente ook kan helpen, hè? Ja, dat klopt. Bij de gemeente Zonnebreugel hebben we een heleboel minima-regelingen, zoals ze dat noemen. En daar wil ik graag wat over vertellen. Als ik denk aan armoede, dan denk ik aan mensen die kantje boord nog thuis kunnen blijven wonen. Mensen die onder de brug slapen. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn, hè? Armoede is niet alleen als je problematische schulden hebt of onder een brug slaapt bijvoorbeeld. Het is ook dat je bijvoorbeeld wel elke maand rond kunt komen, maar je hebt moeite met het betalen van een fiets voor je kind of een laptop aan te schaffen. Ook daar zijn er regelingen voor en hulp die we aan kunnen bieden. Ja, dus eigenlijk zeg je, als mensen wel rond kunnen komen met hakken over de sloot, dan loont het zich misschien al wel om eens te gaan kijken naar mogelijkheden. Ja, het is belangrijk dat je op tijd aan de bel trekt, zodat we grotere problemen voort kunnen zijn. Stel je voor, ik wil meer weten over de regelingen. Wat kan ik dan doen? Je mag mij bellen of mailen. Je kunt naar het CMD komen in het Dommelhuis. Daar kun je aanmelden. Daar hebben we een fantastische front office die goed te woord staat. Doen we een brede uitvraag. En dan kunnen we kijken welke regeling het beste bij jou past of waar je hulp bij nodig hebt.